Welkom bij een item waarvan de naam je retro ziet staan. Commercials. Retro commercials of trailer clash chicks. Of trailer talk of wat dan ook. Maakt niet zo heel veel uit. We gaan het hebben over commercials. Nou, we schrijven nu een prijsvraag uit. Je kan niks winnen. Eeuwige roem. Jij hebt de naam van dit item verzonnen. Vet. Ja, doen we één keer en daarna nooit meer misschien. Maar waarschijnlijk wel. Want, maar in ieder geval, dit gaat over oude consoles, oude games, 90's over het algemeen, denk ik. Ik zie ook wel wat 80er jaren, denk ik, tussen zitten. Want jij zei van, nou, jullie doen natuurlijk de nostalgische dingen vaak met films en series bij Nerd Culture. Maar what about trailertjes uit diezelfde era, maar dan rondom videogames? Nou, daar kunnen wij natuurlijk wel wat over vertellen. Ik vind natuurlijk dat ook leuk. Ja. Ik vind het een leuk concept. Ik vind het jammer van dat er geen titel is, maar ik vind het concept vind ik heel vet. Nou ja, misschien als het vaker inderdaad met andere commercials of andere dingen dan videogames, dan komt er uiteindelijk wel een naam. Maar voor de eerste keer heb je het nooit nodig. Het is gewoon een proefballon. Maar gaan we er dan iets van vinden, zeg maar, als van de trailers, zoals dat bij Trailer Trash is, of gaan we ook vooral iets vinden van wat het was? Ik denk van alles samen. Hoe was de trailer en hoe was het product? Kennen we het nog? Dat soort dingen. Dus laten we gewoon lekker beginnen. En dan zien we wel wat we erover kunnen zeggen. Want we zijn wel die freestyle pappies, hoor. Dat moet je wel weten. Dus laten we de eerste trailer gaan bekijken. Je bedoelt dat we niks voorbereiden? Ja. Nou ja, jij bereidt heel veel voor. Je heeft 40 trailers qua gezet. Ik neem je in de zaak, man. Ja, weet ik. Maar ik weet dat. Maar heel veel kijkers hebben zoiets. Ja, zie je wel. Jullie doen nooit dingen van tevoren. Dit is ook weer zo'n stukje freestyle. Wat wel handig is. Want de regisseur zit duidelijk nog. Die zit nog steeds te kaarten. In de inderdaad. Dus ik laat hem vanaf hierna zijn ding. Thanks, TV-speel. DK. Dit voelt voor mijn tijd. Ja? Ja, wel. Hoezo? Je hebt precies dat kapsel. Dit is gewoon een arcade. Of nee, eigenlijk is dat het niet, want ik zie al waar die op... Home arcade, toch? Ja. Precies. Is Atari, of niet? Ja, het is op de Atari 2600. Ook hier, daar heb je de jock. Wat een fucking... Waarom, hoezo kan de asshole het? Deze jock zou zelfs vandaag de dag gepest worden, man. Ja, oké, okay, dat was inderdaad toen een jock. Wel redelijk omgedraaid, denk ik. Nu een... pestland. Ja? Ja, ja, denk je dat er nu jocks gepest worden door nerds? Ja, ja, ja. En door homoseksuelen en zo, die zijn snappy. Ja? Ja, ja. Super. Oh, dat lijkt me echt amazing. Dat ze dan ook echt gewoon zich kut voelen daardoor. Houden tables of turned, motherfuckers. Maar ja, dit was dus voor een game genaamd Vanguard. Maar dat is inderdaad, denk ik net, ik was wel aanwezig nog ten tijde van de Atari 2600. Want mijn vader had er een. Maar ik ken deze game Vanguard, ken ik niet. Ik vind gewoon die hele stijl fascinerend. Hoe dat je meteen weet, oké, 80's shit. En dat het zo typerend is. Terwijl het natuurlijk eigenlijk altijd een beetje, het evolueert lang, nou niet lang, het gloeit ergens naartoe. Ja. Maar toch voelt het alsof vanaf 1 januari 1990, bam, dan is het ineens... Nou, een ander... Ik zou alles in deze stijl willen hebben, hoor. Nog steeds, ja. Het coole was dus ook wel natuurlijk van dit, is dat, oké, hoe prijs je het aan? Nou, er zaten gamebeelden in, dus dat is al vet. Maar voor de rest ook gewoon het groepsgevoel, samen gamen met drie nerds. Maar ook een jock. Cool guy. De cool guy, dus dat was voor iedereen. Ik denk een broer. Ja. Maar ja, dus dat is wel... toen waren ze al een soort van... Oké, we moeten wel het stigma van de nerd een beetje... En een heel wit huis was het. Ja, het was heel licht, bedoel je. Heel licht wit ja, huis. Ja, precies. Ja. Ja, niet qua huis. Ja, ook. Maar... ja, dat zou nu niet meer zo zijn. Heel helle kleuren. Nu zou dat een veel kleurrijker gezinnetje zijn. Nee, toen hadden ze wel door wie het geld had waarschijnlijk. dat dan. Maar ik bedoel, een soort van, je gaat niet... Het is echt knap dat je totaal niet die weg wilde inslaan en dat je allebei gewoon... Ik had het ook helemaal niet gezien. Hij sparkt dat, hè? En aan de andere kant had ik zoiets van... Over de omgeving. Wat ik bedoel is, je gaat waarschijnlijk in de jaren 80 als videogame... Dit zijn nazi's. Wij. Hitlerjugend. Dat. Ja. Ja. Niet een game marketen op de Black Neighbor, the Hoods van toen der tijd, zeg maar. Biggie, dus... die rapte toch ook over Sega Genesis? Ja, maar... Ja, oké. Okay, nou, laat ja, ik maar dat is dan wat later, hè? Ja, dat is wat later. Ook dat inderdaad. Anyways, de volgende trailer. Waarvan ik de naam kijk. Oh, PlayStation. Wow. Nou, dit is zo'n lage resolutie. Deze had er niet in gehoeven. Ik kan niet zien wat het is. Twee trailers die zijn 260p. De rest is 720. Dus van de rest moeten we iets... Ik moet wel zeggen, het is lijp. Want... Oh my god, ja, dit had heel cool kunnen zijn. Ja, dit is heel PlayStation 1 wel. Hey, deze game had ik wel. Ja? Maar ik herkende hem dus gewoon niet. Je kon eraf.
Dit is wel die 90s stuff, hè? Gewoon best wel rowdy, violent. Ja. Beetje glittered ook wel. Beetje in die stijl van Sega. Die is daar denk ik mee begonnen. Ja? Ja, ja. Die is daar een beetje mee begonnen met Sega does what Nintendo don't. En coole gasten, grote bekken een beetje ook opzetten. Heel erg. Die hadden de reclames dat Crash Bandicoot Mario ging. Ja, ja, ja. Ja, precies. Nou, daar komen we er zo meteen nog wel wat tegen. Maar deze was net even te low file om er echt iets van te zeggen. En het geluid was ook vrij... Kwam ja, dat was het expres, denk ik. Frequentie binnen, dat was niet lekker. Nee, maar dat denk ik expres. Het schreeuwige, het coole was wel. Ze hebben dus voor deze trailer waarschijnlijk gewoon die character geanimeerd... die van de motor afkwam om überhaupt alleen maar voor die commercial. Maar dit was zo'n lage kwaliteit. Ik wist niet of het een commercial was of onze featured image die we wel eens zetten. Het was postzegel was het, toch? Maar, ik vind het bizar. Dat PlayStation is daar wel van afgestapt. Want tot PlayStation... Ja. 3 hadden ze ook nog tijdens de UEFA Champions League en zo. Dat die hele weirde die niks met PlayStation te maken had. Heeft ooit de fucking vetste reclames ever gehad. En dat vind ik nog steeds. Ik weet niet meer hoe die guy heet, de comedian. Hij heeft één keer een Wii fucking reclame gemaakt. En toen was hij gelijk persona non grata bij Sony. Maar Sony? Wii? Ja, die VP of first person shooters en dat soort dingen. Kevin nog wat. Hij speelde zeg maar de VP of everything. VP as awesomeness. Hij was zo grappig. Ja, hij heeft één keer een persconferentie ook gedaan voor PlayStation. Ja, er gaat wel een belletje rinkelen ergens. Maar misschien komt hij zo wel nog wel langs. Dat kan ook. Volgende trailer alsjeblieft. Puree Station. Barbie? Kijk. Mr. T? En dokter, hoe heet hij ook weer? Ja, ik weet niet meer hoe die heet. Mini-Me. Ja. There goes the neighborhood. Oh, dit is heel weird. Inky en Blinky. So fucking weird. Het is Pac-Man. Het is Pac-Man. Hey joh, die game is dan wel weer heel... Dat ziet er wel heel best wel cool uit. Dit is een leuke game, Pac-Man World. Ja. Ja? Maar dit is echt... Dat was zo random. Dit was echt heel random, inderdaad. Ja, ik hou er wel van. Mini-Me en fucking Mr. T. Mr. T was toen... Dat was natuurlijk voor de oude gamers. Mini-Me was voor de jongere gamers, denk ik. Weet je, Austin Powers natuurlijk. PlayStation 1, maar There Goes the Neighborhood. Oh, het is Pac-Man. Hier, gameplay. Ergens. Weet je, maar je hoeft het niet moeilijker te maken. Het precies, werkt, toch? Het sleep je. Maar, hé, wat gebeurt hier? Oh, die game. Oké, cool, nee, die game. Ik vraag me gewoon af hoe dat dan in zo'n meeting room gaat. Ja, dat was de 90s, man. Hoe heet dit, die shit? Madman gezien. Die serie, weet je, maar dat is op een gegeven moment geëvolueerd. Dat je in de jaren 80 had je gewoon de snuivers en dit en dat. Op een gegeven moment, in de jaren 90 was het gewoon een soort van... ik weet het niet meer, man. Zullen we dit doen? Oh ja, ik weet het, dat is wel grappig. Weet je, ken gewoon... jij nog een bekend persoon, Mr. T? Oh, en die guy van Austin Powers. Ja, Mike Myers? Nee. Nee, die is kleiner. Die kleine echt, dat is leuk, man. Mr. T, heel groot en zo'n klein, dat is leuk, naast elkaar. En dan, wat heeft het te maken met... Ja, weet ik niet. We willen gewoon het interesse sparken. Zijn bekend. Interesse en de game. Yes. Ja, let's go. Briljant. 3 miljoen. Dat. Ik vond het wel een vette reclame. De volgende, alsjeblieft. Did you see the latest Nintendo newsletter? Wow. Legend of Zelda. Ken je deze? Ja, tuurlijk. Ja, deze rap. Hebben we wel eens... Oh jee, er wordt gerappt. Wie, zit er iemand te beatboxen? En is dat nou die... Nee, ja, ik kan niet zien wie het is eigenlijk. Dus. Oh, dit is wel vet. Dit soort product Kevin. Shots. Ja, dit is top. Hoe? Het was niet Kevin van Home Alone. Oh, nee, een andere. Ja, de dude van Workaholics. Die een van die dudes, ja, nee, ik weet ook niet meer hoe die heet. Ik vind het awesome. Sorry. Maar het gek is zo cringe dat ik het Het is zo cringe, vind. Inderdaad. Ook met die beatbox. Het was heel lauw, niet hard muziekje. Ja, maar dit is nog wel echt die tijd van... Ja, game is echt voor nerds, maar we proberen het cool te maken. Ja, zeker. Ja. Ja, maar, maar hier is dus wel eigenlijk begonnen, nerds zijn ook cool. Want ze kunnen rappen. Ik weet niet of dit cool was. Nee, toen was het gewoon niet cool. Toen was het soort van, weet je, Asked for 13 and it drew 31. Ik denk dat dit een suit bij Nintendo was die dacht dat dit cool was. Ja. Rap vinden de kids cool, toch? Ja, precies. Maar niet de kids die een Nintendo kopen. Dat maar zijn ze geven gewoon dan wel die kids zo'n dom brilletje op waar die 10 keer dit doet. Daarom, dus het is wel heel, het is ergens ook heel stereotyp. Ja, maar je ziet, dit is, kijk, de nerd, hij is goed geïnformeerd, hij weet wat vet is, hij weet wat hard is, en hij zag zijn normale normie buddy, die moet je even overtuigen. Die zit te struggelen in de game. Als je iemand wil overtuigen, gebruik je altijd de kracht van hiphop. De kracht van beatboxen zelfs. Ja, inderdaad. Er ging ook één op de beat zo. Did I do that?
Ja. Kennen jullie nog? Ik, ja. Zeker. Steve ik ben Urkel. Wel benieuwd dat alle mensen die dit op hun telefoon kijken, die kunnen wel gewoon die filmpjes zien. Die kunnen dat misschien net aan wel zien. Dus als jullie het hebben zo een prey. Ver houden, vast, ja. Dan nee, dit was inderdaad Legend of Zelda voor de NES. De volgende, alsjeblieft. Oh, dat had ik er niet uitgehaald. Nee. Hè? Hey! Yeah? Motherfucker! You're a real jerk. Well, I am a corporate executive. He stops exciting things from happening. So what you doing? He stops exciting things from happening. Wat is het met dat bril drukken? You're gonna play pole position! Hè? Wat? Vet. Hele vette muziek. Het is een fucking executive, dus die stops cool things from happening. Hij is zijn auto stuk. De donderen mensen in een... Wat een vrede reclame. Awesome. Wat vet. Maar ik dacht dat wie praatte tegen hem de hele tijd, want ze reden gewoon door. Een epische fucking... Ja. Muziek? We will never learn. Dit is toch... En nog ook gameplay ertussendoor. Je ziet bijna niet wanneer het van gameplay naar echte beelden overgaat. Duurt wel iets te lang. Ja, het is inderdaad te lang. En ze doen net te veel hetzelfde. Weet je, die ding is... Maar even nog even een gamepie. Hier, LSD-effecten. Kijk dan. Gaan er naar haren. Hele lijpe op het einde helemaal wild door de war zitten. Kijk, ogen vallen er al uit. Ja, man. Typisch. Oh, ze zijn dood. Mensen gaan dood. Gezellig. Oh nee, ze komen in een of andere hele lijpe licht... Is het hier namaals, hoor? Is dit de hemel? Ja, dit is hier namaals. Vast? Gamel. Gamel. Leuk. Ja, die vond ik best snappy van mezelf. Wat had hij nou vast op het eind? Dit was wel de delen van die kapotte auto's hadden ze vast. Maar het allemaal. Was ook verrassend hoe snel het van gewoon... Dat je denkt, wat gebeurt... En dan een hand pakt ineens een auto en dan kwam hey, shit... You look like a jerk! Hier is een corporate executive. Dat die vrouw ook even bevestigd. Things from happening. Het sprak ik, dit was amazing. Ja, en dan Pit Junior gedaan. Op de bank. Dit was echt heel cool. Ik ken deze niet. De game ken ik ook alleen maar van naam, Pole Position. Ik heb het wel eens gezien in de arcades. Maar ik heb het denk ik nooit aangeraakt. Maar dit was een van de coolste reclames. Maar dit was wel de home console versie dan, denk ik, toch? Of waren dit soort reclames ook echt voor arcadekasten? Nee, dit was wel de home console versie. Ja, dit was de Atari 2600 ook weer. Dus dit was 80's dan ook, denk ik. Of ja, dus misschien begin 90's. Maar dit was denk ik toen een hele dure reclame ook. Als ik het nu zo moet bekijken. Het nu was nog steeds lang. Zou dit het een dure reclame zijn? Ja, probeer dat nu maar eens in these days te maken. Met een fucking Formule 1 auto door een woonwijk. Alleen dan was alles CGI nu ook. En hier hebben ze nog gewoon... op een gegeven moment gaan ze over naar een speelgoedauto... en een hand en een set. En een... Ja. Wat was dat speelgoed? Dat denk ik wel. Wie was de hand? God. Of de gamer. Toch? Een van de twee? Ja, ik weet het niet. Maar dat was... Ja, het was we zullen was het nooit weten. Epic. En ik kende deze reclame ook niet. Dus dat was wel een... Dat is vet. Ik ga dit jatten. Wat? Dit concept. Hoe? Gewoon ooit. Als ik een video ergens als een concept moet... Maar heb je het nu al opgebiecht? Ja, maar dat maakt niet uit. Niemand ziet het. En het is waarschijnlijk niet voor een race videogame. Dus dan kan je het altijd soort van... Oh, dan en weet het niemand is een hommage. Ja. Hommage. Geïnspireerd door. Oké. Ja. Maar je kan het met heel veel doen natuurlijk. Dingen een corporate die asshole. Gewoon een modelletje zijn. Ik zou graag dit soort reclames willen maken voor GameKings Premium, hoor. Ja. Bijvoorbeeld. Kijken of we ergens nog een potje kunnen een keer de reclameaflevering maken, waarin we alleen maar lijpe reclames verzinnen. Ja. Voor games. Alles is gesponsord ook. Ja, alles. Oh, ja dat nou, ik weet niet dat of je dan weer een voor keer bedacht lijpe... dat we stream zouden gaan doen in die manier. Dat alles in de stream... alleen maar logo. Op een gegeven moment alleen maar logo's. Ook een glas, weet je wel, van de IKEA. Ja. Ja. Maar dat kan dus niet op premium, want dat zou juist niet... Dus is het geen premium. Zijn. Precies. Fair. Volgende. Commercie. Hij zit te kakken. Hij zit te poepen. Hij probeert in ieder geval te poepen. Tieners hebben daar geen hij moeite mee. Hij doet niet zijn best. De Wavebird controller. Fucking weird. Dit is toch een fucking weirde fucking reclame. Welke? Huh? Wat gebeurt er nog meer? Het wordt nog goorder ook. Oh, hij heeft gewoon de waterkoker. Oh, ja, ik wil zeggen, hij mag niet binnen. Mag je niet? Moet je kijk, super besmettelijk. Wat is het voor gezin? Dat ze een kind buiten zit omdat hij de waterpok heeft. Ja, fuck ja. Anders krijg je het zelf ook, man. Als je het nog niet gehad hebt. Is het nog steeds niet... Het zijn er een paar achter elkaar, denk ik. Van dezelfde... Deze snap ik. Deze vind ik grappig, deze snap ik. Maar dat je zit te kakken, dat vind ik heel gek. Wat is het unieke aan de Wavebird controller? Het is de eerste draadloze controller voor de GameCube. Hmm. Werkte die?
Ja, ja, werkt heel goed. Behalve, je hebt, je hebt ook zo'n ontvangststation nodig. Iedereen is dat ontvangststation kwijt. Dus je kan echt heel veel Wavebirds wel krijgen, maar een compleet is al een stukje lastiger. Wavebirds. Ik heb er thuis ook eentje, maar zonder ontvangststation. En dat is ook je kan niet, je hebt niet een universeel ontvangststation. Dat weet ik niet. Ah, okay. Niet een universele, dus het zal altijd uit een... Ja, maar ik bedoel, zijn ze gepaard zonder dat je ze kan repairen? Nou, je kon zeg maar aan dat knopje draaien voor radiofrequentie. Oh, okay. En die moest je dan gelijkstellen met elkaar. Ja. Dus het zou wel kunnen, maar dan haal je het nog steeds weg bij een andere controle. Want volgens mij werden ze niet losverkocht. Nee, dat bedoel ik. Ja, precies. Ja, sick. Maar, en die tweede was ook weird. Maar dat je ze dan zitten... Weet je, niemand toch... Ik ga het hiervan denken, zowel kids als ouders van kinderen die dan dat voor ze... Van, oh ja. Jawel. Ja? Shit, kan ik nu straks ook shit, gamen inderdaad. Terwijl ik zit te kakken? Dat zou ik wel vet vinden. Oh, omdat het een wireless controller is. Ja, dus je kan kakkend gamen. Ja. Wait. Ik snapte het niet. Ik dacht, maar hij zit gewoon te gamen. Deze was al voor je gegeven, of? Ja. Ja, maar blijkbaar. Ik dacht, hij zit gewoon te gamen, maar op een hele rare plek. Ik vind het mooi dat jouw hoofd zo werkt dat die Mr. T en Minimi heel duidelijk logisch is in jouw hoofd. En dat dit dan... Ja, maar dat is gewoon alleen maar weirdness. Gewoon een soort van, weet je, we hebben twee bekende mensen nodig en there goes the neighborhood. Punt. Weet je, maar hier soort van, ja, oké, ik moest inderdaad... Dat was een ijzersterk concept. Ja, maar ik snapte hem net pas. Ja. Niet toen ik hem zat te kijken. Toen had ik zoiets van, maar waarom gaat hij niet op de bank zitten? Want hij zit niet te kakken. Ik dacht, het is het een of het ander namelijk. Hij zit of te kakken, of je zit te gamen. Maar hij zat het alle twee te doen. En dan vind ik het weer goor. Eerst dacht ik ook namelijk dat het dingetje was van... je denkt hij zit moeilijk te doen omdat hij zit te kakken, maar hij heeft een moeilijke game. Ik denk dat het is omdat draadloze controllers zo normaal zijn, dat jij die link niet hebt gelegd. Nee. Maar dit was de eerste draadloze controller van Nintendo. Dus ik wist, zijn ook wel de selling point is draadloos. De kans dat snap zeg maar, ik. Als je deur op een kier staat in de wc en dat je dan ook nog de tv ziet, is ook wel... Nou ja, dat. Maar überhaupt, ga je zitten met kakken met de deur open? Precies bij mij thuis het geval is. Express? Ik heb... Heel vaak, als ik zit te kakken en een voetbalwedstrijd opzet, dan zet ik allebei de deur open. Dan kan ik net nog de voetbalwedstrijd kijken. Zo, zit je dan zo te kakken? Ja, zit ik wel een beetje opzij. Zit je een beetje schuin te kakken? Ja. Nee, maar tuurlijk, ik snap dus de draadloze unit. Maar ik denk dat er coolere, betere use cases te verzinnen zijn van op afstand gamen dan kakken. Of wat was die tweede überhaupt? Oh, de fucking the rash. Elk poepgrapje is al goed, dus daar ga je niet overheen. Zeker toen. Oké, maar en die rash dan? Die fucking vieze schurft zombie. Die daarnaast stond. Dus ook niet heel flamboyant. Die hadden ze ook naar 2020 kunnen doen met iemand die corona heeft en gewoon buiten moet blijven staan of zo. Ja, ja. Fair. Nee, ik vind het. Ik was geen fan. We gaan kijken naar de allereerste PlayStation reclame. Ooit. Oeh. Die hebben we denk ik wel eens gezien. Weet je wat you wouldn't steal a car, would you? Zo voelt dat eigenlijk. Begin transmission. Oh, wat vet. Dit is zo 90's. Ja. Een hele lijpe asset muziek eronder. Nee, of PlayStation had ook van die hele rare reclamebureaus altijd in dienst. Maar voor mij was PlayStation ook, ook gewoon wel, staat wel een beetje... Nou, nu niet meer, hè? ...aan jaren 90. Oh, zeker, ja. Kijk, hiervan zou ik zeggen, je hebt toch geen idee wat de fuck je nu hebt te kijken? Dat vind ik dan wel weer, nu heb ik zoiets van, oh shit, weet je, ik heb hier fucking lijpe 3D graphics gezien, wat de ass gebeurt hier, ik wil dit. Heel klein beetje tech. Had iets meer in moeten zetten. Wat mij iedere keer bezig gaat, is dat we steeds nog één frame van de reclame ervoor zien. Dat vind ik ook... Ja, het is dan denk ik gewoon van een bepaald kanaal, gewoon dat het gewoon letterlijk van de tv heeft afgetaped of zo, en dat heeft bewaard, ik weet het niet. Maar, heel vet. Dit vond ik, ja, ik vond dit dan wel weer een soort van zo weird, dat het wel mijn shit sparkte, ja. Ik wilde dit wel. Hierdoor had ik het wel willen hebben. Het logo is ook zo vet. Het logo is amazing. Ja. Je ziet daar 3D-stuff. Wat zag ik? Virtual Fighter of iets dergelijks. Tekken, denk ik. Tekken. Ja. Gewoon de eerste Tekken. Het was jammer dat het alleen dat was. En niet soort van even een shooter of een dit of een dat in een racegame. Of in ieder geval, misschien zat het er wel in. Maar dat heb ik dan weer niet onthouden. Want het was wel chaos. En heel weinig pixels wederom. Ja. Oeh. Kijk, meer pixels. PlayStation Portable. Wat gebeurt hier? 2078. PlayStation 9. Hey. Hebben een... Scoopy? Ja, denk ik wel. Wat? Oprecht, man. Ze zijn hier vrij fucking accuraat, denk ik, hoor. Games zien er nu al beter uit. De games wel, maar wat je kan doen...
die gewoon holodeck-achtige staf. Nou, je kan seks hebben met een octopusvrouw. Met een octopus, fuck yes. Met een octopussie. Dit is gewoon player, Ready Player One. The ultimate just got better. Sick. Hier zou ik als kind wel lijf van worden. Gewoon een soort van blik in de toekomst. Ja, ja hoor. PlayStation 2. Oh. Ja, dit was het begin. Vet. Ja, dat is best wel lijp, toch? Ja, en ik dacht alleen dat het gewoon het PlayStation Portable logo was, maar het was 9. PlayStation 9. Ja, ik dacht ook dat PSP, maar dan weird. Maar de PlayStation 9 was dat bolletje. Portable was. Dat is ook heel vet. Een soort van grafische sfeer. Dat is iets wat Star-Lord ergens vandaan is. Ja, het is super sci-fi. Sorry. Vet. Die vond ik heel goed. Heel goed. Doe maar volgende. Ja, volgende alsjeblieft. Wat, oh, wat sterk. Oh ja, deze ken ik. Is het Godzilla? Sort of, yep. Run Jim Bob. Is dit die Sega reclame? Nee. Nee, jullie gaan het zo zien. Het is, Spyro. Het is smart, ja. Heel smart gedaan. En dit is... Spyro 3. Denk je dat toen dat dit door een Japanse studio of iets dergelijks bedacht is? Dat ze dachten van, oké, wat we gaan doen is onze eigen cultuur spoeven? Nee, ik denk het namelijk denk niet. Nee, toch? Nee, dit is Amerikaans, maar die toen al door hadden van, Japan is de tits wat betreft nerdculture, dus laten we iets heel... Nerd, ja, want ik denk dat Japaners zoiets hadden. Wat is hier de joke? Ja, precies dat. Dat. Dit soort films maken wij. Maar klopt. Ook wel, ik denk dat dat soort karakters, als dat ze dus in Crash Bandicoot en Spyro bijvoorbeeld zagen, ze ook nog wel. Dat waren het nog wel coole karakters. Waar dat nu echt voor kids zou worden bestempeld, was dat toen wel. Ja. Dat zette je cool in de markt voor. En voor ouders is de grap dan, je verwacht dat je naar een Godzilla-reclame zit te kijken en het blijkt een bompaars draakje te zijn. Maar... Ja, maar zag je draakje ook aan het eind? In-game alleen. Ja, dat is zonde. Weet je, zou eigenlijk gewoon eventjes... Heel klein zo, ook. Eventjes, ja, precies. Dat hij iets in de stad deed, dat het echt Godzilla-achtige shit is. Maar dat was het helaas niet. Maar voor de rest, vet reclame wederom. PlayStation, die gewoon gekke shit doet. Nou, ik mis nog wel de Sega-reclames, hoor. Ja, die komt er sowieso meteen sowieso eentje. Afleveringen lang doen. Ja, nee, daarom. En dan kunnen we toch die naam hebben we dan nodig. Dus vandaar, dat is alleen maar Ik vind goed. Het wel leuk namelijk. Ja, toch? Ja. Je hebt ook zo'n Link to the Past Super Nintendo reclame. Die is zo episch. Ja? Ik hoop dat die erbij zit. Power Glove, dat soort shit. Ook vet. Nee, ja, die zit er denk ik niet doen in. Doen ze die dansen? Nee, die kan je niet? Nee. Oh, hoe ging die? Nou ja, volgende keer dus. Ik ga ervoor zorgen dat die er volgende keer in zit. Precies, die is nice. Zo fucking lijp. Volgende. Hudu. Hi. Hi, I'm a corporate executive. Ik weet niet wat add to the bone is, maar het klinkt als porno. Ik verwacht dat elk moment dat deze man gaat zeggen, take a seat. Oh my god, de G-Con 2. Zo, die had ik. Ik had de G-Con 45. Dit was zo hard. Waarom heette het eigenlijk 45 als er ook een G-Con 2 was? Time Crisis. Gewoon even lekker zijn fucking anger eruit schieten. Heel lijp. Zo'n lijpe gun. Deze game was zo goed, man. Ook. Oh. En de gun was de zo gun goed. Was gewoon vet. Zo. Dat snapte ik. Ik kon mijn klein kinderbreintje begreep daar helemaal niks van, joh. Wat? Gewoon hoe dat werkte, dat vond ik zo geniaal. In mijn huis, gewoon op de tv. Ja, je had wel zo'n ding nodig, je moest een dingetje op de tv leggen, ja. Precies, voor de... Moest dat eigenlijk wel? Ja. Nee. Want dat was bij de Wii natuurlijk. Nee. Maar dat was bij de Nintendo. Ja, ik wil het zeggen, want het is helemaal niet zo. Want dit kon je ook bijvoorbeeld niet spelen op 100 hertz tv's. Want die hadden een andere frequentie, dat werkte niet. Dus je moest echt een 60 hertz tv hebben. Of 50. En dan als je dan schiet... Ja, in Nederland is het 50, maar in Amerika is dat dan 60. En als je dan schiet, dan wordt daar het scherm even helemaal zwart. Ja. Met één heel puntje kort. Waar je op kan schieten. En als jouw gun dat witte puntje ziet, dan heb je raak geschoten. Ja, iets in die trant. Ja, dan kan hij in ieder geval berekenen waar die zit. En dat is deze of was dat een Nintendo? Nee, dat is deze. Dat zijn light guns. Ja. En dus de Nintendo moest zo'n balkje bovenop. Want alle tv's waren 100 hertz of LCD-tv's. Dus die knipperde ook niet meer of wat dan ook. En dan moet je echt gaan aanwijzen. Dat is ook niet een light gun-achtige ervaring. Het meer aanwijzen. Dat was gewoon de Duck Hunt unit. Die had een ontvanger volgens mij erop. Of die dan? De bezoeker? Nee. Ik heb een keer iets gehad met een ontvanger. Een grijze ontvanger erboven.
Dus dat dacht echt wel dat het PlayStation of Nintendo was, want andere consoles had ik toch niet. Dus ik heb het een keer gehad, ik weet niet voor wat. Ik ga het zo meteen opzoeken, dat kunnen we nu niet doen. Time Crisis dus, volgende. Ja, dit moet kut zijn. En weer PlayStation met een vette... Oh. Dit is zo oud, hè? Dit is gewoon een eind 70s, denk ik. Mijn pa had dat, denk ik. Als je vandaag de dag zo'n trailer ziet van iets wat gewoon uitlegt wat het is, dan vertrouw je het niet. Ja. Kijk, hier heb je een ding. Ja, precies. Oké, hallo Mike. Fucking, ja, precies. Rot nou op. Wow. Waarom zou je met twee beetjes komen? Heel sick. Maar dit is voor ons gewoon een soort van... Oké, opa. Weet je, dit is oké, boomer. Ja, maar dit is, je bent tegelijkertijd aan het uitleggen wat videogames zijn. Ja, maar dat moest natuurlijk toen in 1979 waarschijnlijk of zo. Van wat de fuck is dit? Maar dit was heel boring. Je moest het inderdaad uitleggen. Ja, ik ben er niet blij mee. Nee, ik had het niet hoeven hebben. Ik had misschien niet eens een gamer geweest als ik dit was van... Oh nee, dat is echt heel kut voor nerds, zeg. Ik ga wel basketballen. Ja, maar ook de mensen die ze daarvoor hebben uitgekozen, dat spreekt niet tot de verbeelding. Ja, dat waren toen de tijd het best tot de verbeelding spreekt. Hele normale, coole mensen, ja. Ze blenden letterlijk met een interieur. Dat deed je toen. Ja, alles was bruin. Dat. Ja, maar echt inderdaad. Dat is toch wel ergens weer tof. En dan zou ik zeggen dat ik het nu ook cool vind, maar op de een of andere manier, nee, deed me ook niks. Volgende, Kijk, dit is weer voor coole mensen. Haaien. Bungee jumpen. Kanonskogels vangen met je buik. Met je buik. Powerboats. Nieuw Sega CD. Kijk, dit is lekker freaky. Plumbers don't wear ties. Die geluidseffectjes ook. Heel nice. Rechtstreeks uit de Looney Tunes. Nee, dat was heerlijk. Wat die reclame voor games waren op een gegeven moment in de 90's echt allemaal skit zo. Allemaal heel freaky. Ik denk dat het nu ook niet meer zou mogen. Nee, dat zou ik ook bijna zeggen. Dat je hebt echt wel regels inderdaad. Die dit, ik denk dan niet meer dat het mag inderdaad. Het zou wel vet zijn als je weer dit soort schetso dingen krijgt. Ja, zeker man. Ik krijg het ook. Dus, en er gewoon is natuurlijk weer nu zo'n 90s reclame. Revival. Dus ik denk dat het wel... Het zou wel sens maken om het nu weer te gaan doen. Nou, nu zie je altijd van die perfecte diverse gezinnen en een beetje heel boring fucking shit aan doen altijd. Ja, ook omdat er natuurlijk vaak dingen moeten worden uitgelegd en wat dan ook. Maar het is vaak inderdaad gewoon zo boring. En zo kan het ook. Maar ja, we zitten gewoon in een andere tijd ook. Hè? Films zijn ook veel meer boring over het algemeen. Ja, we moeten gewoon heel hard die 90's gaan omarmen in alles wat we doen. Ja. Laten we het terugbrengen. De wereld was ook leuker in de 90's. Zeker. Nou, jawel. Voor ons. Ja. De muur was gevallen, koude oorlog zat erop, weet je wel. Nu zijn we weer aan het beginnen. Ja, ook zo. Ja, het was, ja, misschien. Het is moeilijk. We zijn nu eigenlijk ook weer gewoon in een koude oorlog. Teenage Mutant Ninja Turtles waren nog populair. Ben jij weer gelijk in. Ja. Volgende. Ook een vette, denk ik. Directed by David Lynch. Precies. Is dit voor PlayStation dan, denk ik ook? Hoe weet je dat? Dat hij altijd dit soort dingen. Zijn dit nou echte mensen of is dit CGI? Het is echt. Echt raar. Ja, hele Lynchiaanse shots. En weer lekker weird. En altijd donker ook. Game shit was vroeger inderdaad gewoon echt heel dark qua. Ja, maar die van vooral die van PlayStation. Weet je nog met die baby en shit? Zijn hoofd zit. Wat? David Lynch heeft ook goede drugs hoor. Ja, precies. Waarschijnlijk wordt er een soort van... wat uit zijn lichaam komt, wordt gebruikt als drugs. Wat gebeurt hier? Ja, en dan zou je dan denken... van, is dit dan een character uit een game? Oh, er zit een zwarte eend. Nou, ik wil gelijk gamen. Je wil gelijk iets... Ja, of drugs. Een van de twee. Een soort van... Oh, I don't need drugs. I can have a PlayStation 2. Was nou PlayStation 2 the third place? Was dat de, was dat de tagline van de PlayStation 2? Misschien heette deze commercial the third place. Ja, dat denk ik dan. Heel leuk. Ik zou wel een docu willen zien of zo. Van dit reclamecampagne traject. Wat hier nou precies. Ja, nee, maar een paar ik vind van het vet, die dingen. Maar het maakt niet allemaal. Hoe was de brainstorm? Wat daar? Was de gedachte precies? Wat wilde je verkopen? Behalve weirdness. Ik denk letterlijk de enige gedachte is David Lynch. En wat hij maakt. Whatever. Nee, maar al die PlayStation 2 en PlayStation 3 commercials. Ja, maar dat is allemaal reclamebureausje. Dat is echt niet vanuit PlayStation hoor. Nee, dat is het inderdaad. Reclamebureau. Dan ben ik benieuwd shit, wat hun gedachte. Die hebben het ook gepitcht van we gaan dit of dit doen. Ja, ik denk de enige opdracht van PlayStation was lekker abstract, lekker surreëel en grote namen. Lekker gamey. Make it cool. Precies. Ja, fair. Nou, ik vond het lijp. Volgende.
We hebben er nog drie. Weet je. Zit Gecko? Thanks, iQuads.ro. Romeinse boys. Ik verwacht het eigenlijk wel. Maar het is een mug. Hoe heet die gekke ook alweer? Keks? Keks. Kijk, er wordt bij ons, bij de buren zijn ook bezig met geluidseffecten. Welk liedje doen ze? Ik kan niet horen door het boren. Nee, precies. Hebben jullie al een idee? Nee, echt geen. Een fantastic gift. Music. We played and played. Life was a melody. De worm. Het is wel vet. Het is best wel vet gemaakt trouwens, afgezien van de lage fucking resolutie. Maar... misschien juist daardoor valt het niet zo op hoe slecht de CGI is. Wat? Hij heeft gewoon een headphone van mug op. Zag je dat? Ik moet dus zeggen, dit is, wat verwachten jullie ervan het is? Ik verwacht een game wel. Ty the Tasmanian... Kiel, wat goor! Maar is dit... dat heeft dezelfde freakiness als Nintendo stuff. Of als PlayStation stuff. Ja, maar ik herken het niet. Dus daarom, alleen daarom zeg ik geen PlayStation, maar... ik denk dat het echt voor een specifieke game is. Xbox. Lijp. Ik ben in de van die dus hebben Xbox gedaan, fan. Die hebben gedacht van oké, we hebben dus oké, als je game reclames maakt, dan moeten ze freaky zijn. Nou, hier heb je iets freakies. Ja, ze hebben wel vaker freaky dingen gedaan, want ze hebben ook die Cradle to the Grave gedaan. Die, dat je letterlijk wordt geboren, de lucht in wordt geschoten, oud wordt en letterlijk poof, in je graf flikkert. Is dat ook van Xbox? Ja. Ja. Wat grappig. Ja, nou ja, dit is vet. Dit was ook toen een hele dure reclame. Ik heb nu zin om een Xbox te kopen. Ja, die oude. Ja, ja, precies. Gewoon voor deze, door deze vette shit. Nou, dan hebben ze toch wat goed gedaan. Maar ik denk dus de reclame voor de eerste Xbox. Want ik herken hem niet in ieder geval. Nee. Nee. Maar je hebt ook, volgens mij zag je de console niet. Nee. Dat maar dat zou dus ook, als je dit vandaag de dag zou uitbrengen, dan zou ik denken vet filmpje. Maar de meeste mensen zeggen, nee, maar team niet, mijn team niet. Ja, maar ik heb wel de console nodig inderdaad. Gewoon om eventjes die link te maken tussen wat je net voor weird shit hebt ervaren. Van, oh, als ik straks in de winkel sta, dat is hoe die eruit ziet. Dat is denk ik wel belangrijk. Maar zonder internet moest je mensen denk ik gewoon meer zo lang mogelijk vasthouden in de reclame. Maar dus hier was wel internet hoor. Ja? Ja, ja, maar niet zoals het nu werkt toch? Nee, maar hoe zou, want waarom zou dat anders zijn? Waarom moet je dan gewoon niet wegzappen? Dus ook als, je niet iets met gamen had. Nee, maar ik ben het eens met Jelle. Ja, kijk, je ziet de hele fucking jungle. Die is aan het dansen en is vrouwelijk. Kijk, waarom zijn ze vrouwelijk? Ja. Compilatie met flitsende beelden. Bla, 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 ja, bla, games. Xbox. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Leuk, want dan heb je de connectie gemaakt. Nu heb je geen connectie gemaakt. Dat vind ik dan gek. Vind ik wel hip. Het is zeker hip, maar ik weet niet of het marketingtechnisch heel slim is. Behalve dat je nu gaat opzoeken wat een Xbox is. En als je al games ziet en je hebt niet per se iets met games, dan ga je dat niet meer opzoeken. Nu doe je dit, maar dat was er dus vroeger niet echt. Dat was meer in de Dan deed je encyclopedie open. Ja, of je weer Bart Smit speelgoed folder. 2001 was er gewoon internet, hoor. Was dat de launch van de Xbox? 2001? Ja, maar je moest ik dacht wel... dat die veel eerder was, joh. Goed internet? Ja, ik had gewoon breedband internet al. Lijp. In Arnhem. Ja. Sick. Welke wij? Cello. Ik had cello volgens mij. Ik denk dat het cello was, inderdaad, ja. Ik had eerst een andere, en daarna werd het inderdaad cello. We gingen van volgens mij KPN ISDN, wat dus ISDN-verbinding was, gingen we naar breedband en dat was denk ik cello. Ja. Oranje was het ook. Jos Verstappen reed in de cello-auto. Ja? Ja. Vien Hai? Sick. Ben? Nee, dat waren telefoonproviders. Ben had ook hele goede reclames. Ik ben Ben. Ik ben Ben. Ben jij? Dat is eigenlijk best wel goed. Ik wou net zeggen. En mijn broertje heet Ben, dus dat was altijd heel grappig. Ik ben Ben. Dus hij deed het. Ja, ja, ik ook. Ik ook. Precies. We hebben er nog twee. Zo. Hoe kan je fucking Doom klaarmaken zonder die hele fucking epische soundtrack? Ja, maar dat niet alleen Doom is. Doom klaarmaken. Nee. De Jaguar? Ja. Oh, ik ben zo goed. Vieze retro nerd. Oh, dit is een lijpe game. Ja, dit is ook wel vet. Ik weet niet wat hier gebeurt. Messen werpen. Ja, waarom niet? Suddenly nothing else seems fun anymore. Mattie van mij had deze, smart. Was zo vet. Je kon die kaarten over die controle leggen. Want je ziet toch al die verschillende knopjes op die controle. Daar kon je dus per game een ander plaatje op leggen. En dan wist je precies welke knop wat deed. Sick. Dit was wel een heel sick reclame. Als niks anders meer grappig is. Ja, en dan staat daar iets heel relaxed te doen. Smart. Dat is al smarter. Wel ergens ook simpel, dus dat kan u ook doen. Terwijl het eerst gewoon een we laten games zien.
trailer leek. En toen hadden ze het maar wel ook de extreme versie. Van hoe, wederom, vrij hardcore. Het was niet soort van hier games zijn gemoedelijk voor het hele familie. Nee, dit zijn gewoon games zijn voor fucking mensen die voor messenwerpers en high school shooters. Vet reclame, maar de console is hopeloos geflopt. Ja, ja echt. Ja, door deze reclame waarschijnlijk. Omdat het dat is net even too much. Net even te hard. Ik vond het vet. Van, ja, ik ook, maar. Stel je voor, zit dan op de bank dat je ouders denken van ja, maar dit product maar krijgt mijn kinderen niet. Kinderen bepalen, want die worden gewoon helemaal lui bij hun ouders. Hebben zoiets van, maar Henkie heeft hem ook. Ja, nou, Henkie hem heeft hem ook. Ja, Henkie's ouders die zijn wel geschift inderdaad namelijk. Want je gaat toch, als je deze reclame ziet, ga je toch niet dat ding kopen. Het is voor serial killers, man. Ga maar voetballen. Ga maar lekker fucking een boom maken. Nee, ik heb hem zelf nooit gehad, maar ik was hier wel... Niemand heeft dit toch ooit gehad? Ja, Matty van mij had hem dus. Echt? Ja. Als een van de enige drie in Nederland. Dat denk ik wel, want het is de enige keer dat ik hem echt een levende lijf heb gezien in het tijdperk was dat hij ook uitkwam, zeg maar. Precies, ja. Nou, je hebt hem net gezien, dat moet je aan jezelf. Het was wel echt een grote controller, ja. heel weird was dat ook. We hebben nog eentje, jongens. Dat is maar goed ook, want ik ben moe. En wat, oké. Okay. Deze kennen we wel. Earthworm Jim. Ja. Zo vet. Ja, nee, deze hebben we wel eens gezien. En dit is, maar ook wederom freaky. Games moesten altijd freaky. Vette kon nooit normaal. Best wel goor. Het eigenlijk. Einde van deze game is zo funny. Ik vond die Sega games sowieso altijd vet eruit zien qua animatie, man. Mm-hmm. Ik weet niet wat ze deden, maar het zag er altijd meer cartoony uit dan Super Nintendo of zo. Terwijl Super Nintendo krachtiger was. Ik weet niet wat dat is. Vooral die Looney Tunes games, die hebben dat ook. Goede art direction. Ja, kennelijk. Ja, nee, ik ben benieuwd. Ik heb wel eens inderdaad ook in dezelfde tijd ongeveer ook van die nepwormen kon je dan kopen om te eten. Dan kon je lekker mensen mee spooken. Eet een worm. Ja, nee, super vet. Alleen maar gore dingen waren die tijd populair. Maar ik ga nu al wel zeggen, we gaan hier wel een vervolg aan geven. Nou, ik hoop dat jullie, dus verzin een vette naam, want we gaan hem nu wel opnieuw dus doen. Want ik ken nog zoveel vette reclames die ik nog niet voorbij heb zien komen. En, nee, en dan moet jij denk ik die verzamelen, want jij heeft deze verzameld. En dan kan hij erbij zitten voor de volgende. Zit van, ja, dit ken ik niet. Want iedereen moet gewoon steeds eigen trailers meenemen. Ja, dan mag jij de keer daarna en dan de keer dat ik dat moet doen, dan ben ik er niet. Oh, dan doet jij het gewoon weer. Ja. Jij hebt het nu gedaan. Nee, hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het papiertje opgelezen. Hij heeft het nu gedaan. Precies. Thanks voor het kijken. Later. Thanks premium bazen. Later.